In de lijst van rijkste Nederlanders staat ook een hele reeks bekende Nederlanders. Daaronder opvallend veel leden van de koninklijke familie. In de familielijst vinden we onder andere de familie van Oranje-Nassau. Ja, helaas belde koning Willem-Alexander niet terug. De oude prins Bernhard die had nog wel eens de neiging om te reageren op vermogensschattingen. Het is een beetje een hoofdpijndossier, zeg ik in alle eerlijkheid. We redeneren eigenlijk door op basis van een oud onderzoek uit de jaren 60. En dat leidt dit jaar tot de conclusie dat de familie goed is voor 1,3 miljard euro. Wat wel leuk is, is dat er ook een aantal leden van de koninklijke familie op de lijst van de rijkste individuen staat. En dan hebben we het bijvoorbeeld over prinses Mabel, die 330 miljoen achter haar naam heeft. Dat is overigens wel 50% minder dan vorig jaar, want haar geld zit goed deels vast in aandelen Adyen. En dat heeft een behoorlijke glijvlucht gemaakt op de beurs. En we zien de jonge prins Bernhard op de lijst staan. Door sommigen een beetje onerbiedig de pandjesprins genoemd. Maar hij is ook heel succesvol in de software met zijn bedrijf Levi 9. Hij is goed voor 125 miljoen en plaats 500. Dus hij moet wel een beetje aan de bak, anders valt hij er volgend jaar misschien wel uit. Andere BN'ers in deze lijst zijn tv-iconen John de Mol, Joop van den Ende en Reinhard Oerlemans. Thijs Verwest, beter bekend als DJ Tiesto, staat op plaats 332. En de hekkensluiter van vorig jaar, Max Verstappen, reist 25 miljoen rijker door naar plaats 428. Ook fijn, de geliefde van Rebecca Cabau van Kasbergen, Marcel Boekhoorn, is goed voor 2,4 miljard. De man van Tatjana Simic, Darmen koning Lex van Hessen, bezit 210 miljoen. De nieuwe vlam van Sylvie Meijs, Wim Beelen, vinden we terug op plaats 411 met een vermogen van 150 miljoen.